Dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar Budget Food. En ja hoor mensen, vandaag gaan we soep maken. Oké, voor de verandering, we gaan bloemkoolsoep maken, dat gaan we doen. Ik heb hier nog een groot stuk bloemkool over. Dus ja, dat is eigenlijk nog een groot stuk, een heel groot stuk. Dan gaan we stukjes snijden. En we gaan er soep van maken, want ja... Ik heb die ook al in eentje liggen, dus we kunnen er zowel soep van maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Uiteraard bloemkool, een aardappel, een ajuintje. En dat is het eigenlijk. Eigenlijk zijn dit onze ingrediënten. Ik ga een halve ui gebruiken. Doe ik altijd een halve ui, want het is een grote dat kleintje is. Doe ik een hele ui. Drie patatjes voor de binding en natuurlijk bloemkool. En wat hebben we nog nodig? Niet te vergeten. Nee, geen choco, dat niet. Maar... kippenbouillon of groentebouillon, maakt niet uit, maar dat heb je ook nodig. We gaan eraan beginnen mensen, let's go! Beetje olie erin, niet te veel. Dan gaan we het vuurtje aansteken, niet te hoog, zo, gewoon in twee, en dan zo verder, op, zo, dit, dames en heren, van hier gewoon de pot al in, voilà. Nu, de bloemkool, is niet moeilijk, kijk, gewoon de roosjes eraf snijden. Voilà. En wat kun je daarmee doen? Dat is ook niet moeilijk. Gewoon in stukjes snijden. Zo van die kleine stukjes. En meer moet je daar eigenlijk niet mee doen. Bloemkoolsoep, ja, mega veel werk is dat eigenlijk niet. Het is momenteel wel een beetje een dure groente, maar het is wel een lekkere groente. Nou ja, in de diepvries kun je dat ook kopen. Ik had deze keer gekozen voor een verse bloemkool. Waarom? Voor bloemkool in kaassoos maken, dat heb ik een keer gemaakt. En zo had ik nog een beetje bloemkool over, dus gaan we er nu soep van maken. Lekker gewoon. Alright, het vuur staat niet te hoog. Dus ja, we gaan dat gewoon lekker laten bakken. We gaan dat zeker niet bruin laten komen, is niet de bedoeling, maar we gaan eerst soms een beetje laten bakken. Dampkap aansteken, zeer belangrijk. En hopzakee, here we go. Alright. Ondertussen gaan we ook de aardappelen schillen, want dat zorgt voor de binding. Ja, bloemkool heeft geen binding eigenlijk, dus heb je wel patatjes nodig voor de binding. Ik heb mijn vuur een beetje lager gezet en de bloemkool eraan toegevoegd. En dan gaan we patatjes schillen en eraan toevoegen. En zulke stukjes niet te vergeten af en toe roeren in je pot ook. Anders brandt het aan. En dat is niet de bedoeling. We willen geen aangebrande soep. Het mag een beetje bruin zijn, maar we willen echt geen aangebrande soep. Zo. Oké, het is al goed aan het bakken. We gaan er toch al water aan toevoegen. Ik voeg er altijd water aan toe tot het net onder staat. En... water kun je altijd toevoegen, maar je kunt het er niet meer uithalen. En daarom doe ik dat dus. Deksel erop. Zo. En aan het vuurtje op 9 zetten. Dat we doen. Lekker, lekker. Ondertussen die twee aardappelen ook nog schillen en toevoegen aan de bloemkoolsoep. Ja mensen, dat zijn ze. De patatjes. Je ziet het al. Het gaat goed. Zo. Aardappelen in de pot. En we moeten er nog bouillon aan toevoegen. Dan gaan we gewoon een blokje kippenbouillon of iets anders en voegen dat toe. Voilà. Lekker roeren in de pot en gewoon laten koken. En meer moet je niet doen. Zo. Lekker, lekker, lekker.
Yes, mensen, een keer dat dat goed begint door te koken, mag je dat vuur verlagen. Zoals je nu ziet, dan kijk eens aan, kan een keer roeren in de pot. En dat is bijna klaar om gemixt te worden, maar dat mag nog een beetje meer gekookt worden. Dat mag echt plat gekookt worden. Dat is echt wel, allee. Want dan heb je echt wel zachte bloemkool. Nu gaan dat wat harde stukjes zijn. Dus nog een beetje meer koken. Is de boodschap. Ja. Yeah. Denk wel dat we straks nog wat water gaan mogen toevoegen, maar goed, dat is niet erg. We kunnen kijken naar de dikte en als nodig kunnen we er wat aan toevoegen. Yes. Dames en heren, het is tijd om de soep te mixen. Alright. Je kunt het mooi zien. Ik ga het nu tonen aan jullie. Het is een beetje zachter. Dat is een mooie bloemkoolsoep. Het gaat wel wat dik zijn, maar we gaan er wat water aan toevoegen, zoals ik al zei. En om te mixen heb ik al het vuur uitgezet. Ja, dan heb ik de mixer uithalen. Here we go! Je ziet het al, mensen, er moet wat water bij, dus dat gaan we nu doen. Dat gaan we dan. Hoppa. Ja, niet te veel, een beetje met de vinger. Dat begint erop te lijken, hè. Dat moet nog een beetje wat. Zo. Nog een klein beetje zit, dan gaat het ongeveer een uur gaan zitten. Dus misschien nog wat meer. Alright, dames en heren, dit is dikke soep. Wil je hem een beetje slapper, dat kan. We horen gewoon water aan toe. En dan heb je slappere soep. Maar ik vind dat wel oké, die dikte. Misschien dat ik er straks wat water aan kan toevoegen. Maar dat gaan we zien. We gaan eerst ergens naartoe en dan gaan we terugkeren en dan gaan we eten doen gewoon, want het is middag al. Dit is hem dan. Mijn bloemkoolsoep. En Erika was hier ook al. En nu gaat Erika eten en straks gaat ze hakbrood met kriekjes maken. Ja. Gezellig. Oh yeah. Kijk, dames en heren, we hebben hier zo'n beetje van alles op de tafel staan, zoals jullie zien. Mega lekker natuurlijk. Dat is ook mega lekker. Dit hier. Lekker, lekker, lekker. Alright. Wat voor dat jullie nu kijken is natuurlijk, hoe smaakt de soep? De bloemkoolsoep. Ja, dan ga ik een keer proeven. Op zich is die lekker, maar is veel te slap. Dus wat gaan we doen? Kruiden. Beetje herbonare kruiden erin. Hoeveel natuurlijk. Lekker, lekker, lekker. Peper van de molen erin. En nu gaan we lekker roeren. Zo, zo, here we go. En nu gaan we nog een keer proeven. Veel beter. Alright, dames en heren. Dit was mijn budget food bloemkoolsoep. Bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer maar weer. Vergeet jullie niet te abonneren op Mr. Theme Park Fans. Vergeet jullie ook niet te volgen op mijn social media van Mr. Theme Park Fans. En uiteraard op het belletje duwen en u abonneren op dit YouTube-kanaal. Thanks for watching, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Maar weer, dag!